In de klas was ik eigenlijk alleen maar mijn schrift aan het voltekenen tot de pauze was. Al mijn kleren zaten onder de verf, dus ik had geen enkel schoon item meer. Van de eerste opdrachtjes die kwamen echt binnen doordat ik werd gespot als iemand die toch ook wel mooie dingen maakte op Graffitiland. Ooit door een vriend van me geïntroduceerd aan de computer en die liet me dus zien hoe makkelijk het was. En dan ga ik vanaf dat moment was ik echt wel verkocht. Illustreren aan zich is een puzzel. Hoe ga je het oplossen? En je hebt zoveel verschillende stijlen, zoveel verschillende manieren. En hoe kom je van een idee naar een eindpunt? Dat vind ik echt interessant en nog steeds. En nu teken je gewoon direct op het scherm. Dus dat maakt natuurlijk de ervaring hiermee echt uniek. Mijn werk vind je eigenlijk terug op allerlei uitingen in de stad. Ik doe heel veel festivalvormgevingen. Huisstijlen doe ik veel voor horeca en hotels. Ik heb bewust gekozen om illustrator te worden, omdat daar mijn passie ligt. Omdat ik dat het allermooiste werk vind om te zien, ook bij anderen. Ik heb mijn hobby wel echt serieus genomen, zou ik zeggen. Het liefst natuurlijk de geschiedenis ingaan als iemand die iets heeft gemaakt wat eigen was. En niet iets wat gekopieerd was.